jou kopen. Ja, fuck you. Rico, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Je hebt hard op zijn deur geklopt en je hebt hem verslagen. Hoe voelt het? Ja, ik klop niet op de deur, ik trap de deur in. En? Ben je tevreden? Jawel. In het begin was het een beetje aftasten, een beetje aanvoelen van, ja, die jab was snel, was iets sneller dan ik had verwacht. Ik heb, ik heb veel jabs meegewerkt, dus met Tyson Fury en nog meer boxers, weet je wel, Engelse boxers, super snel. En dat was deze ook, was ook gewoon weer super snel, dus dan is het even aanvoelen waar de lengte ligt, waar het gevoel ligt. Dus ja, dan word je een paar keer geraakt, nou ja, dat is dan wat het is. Maar geen enkel moment in de problemen geweest. En ja, weet je, ik stond daar gewoon om te vechten, dus alles wat hij deed, hij liep gewoon tegen de muur aan. Had je hem ook gewonnen als hij niet had opgegeven, denk je? Ja, zeker weten. Je zag dat ik steeds meer in het gevecht kwam en dat hij een beetje de grip verloor. En nu de rematch. Ben je veel wijzer geworden van hem? Jullie stonden tegenover elkaar. Hoe sterk was hij? Ja, hij was sterk, maar ja, niet sterker als een van de andere zwaargewichten waar ik tegen gevochten heb. Ik heb bijvoorbeeld tegen deze jongen hierachter heb ik ook 2 keer gevochten. Is berensterk. En ja, tegen andere zwaargewichten uit Glory heb ik ook gevochten. Dus allemaal, ja, allemaal sterk, allemaal harde klappen. Dus ja, het was niet anders dan anders. Dus het viel je mee? Ja, in ieder geval, het was niet anders dan ik gewend was. Wat vond je van de woorden van Badr na afloop? Lovende kritieken? Ja, zeker weten. Heel respectvol. En dat is wat ik zeg. We gaan het gevecht in. We hebben een boze stare down. We gaan er hard op, weet je wel. We kijken elkaar boos aan. We zeggen shit over elkaar. Maar uiteindelijk, het blijft sport. En als het gevecht over is, is het over. En dan geven we gelukkig elkaar allebei de wederzijdse respect. Ik geef hem zijn respect. Gelukkig gaf hij het respect terug. En dat waardeer ik heel erg. Want je was in aanloop naar het gevecht, voor mijn gevoel, geen knip voor de neus waard. Maar nu neemt hij echt serieus. Ja, nu neemt hij me serieus. Ik denk dat hij dat daarvoor ook had. Hij heeft niet voor niks keihard getraind. Hij zei daarvoor, hij heeft al een interview gezegd, ik heb voor die wedstrijd niet getraind. Ik heb voor die wedstrijd niet getraind. Toen vroegen ze aan hem, heb je voor deze wedstrijd getraind? Oh. Reken daar maar op dat ik daar voor deze wedstrijd getraind heb. Dus we wisten dat hij mij gewoon heel serieus nam als vechter. Kijk, en dat hij dan zegt dat hij dat niet doet, ja, dat is een ander verhaal. Maar nu, ja, gaf hij me gewoon mijn credits en zei gewoon, nee, ik stond niet met de jongen in de ring, maar gewoon met de man. 3 matches geaccepteerd. Ja. Ben je blij dat Badr terug is voor de sport? Ja, zeker weten, zeker weten. Het is een... het is gewoon een entertainer, weet je, en je ziet hoe de fans op hem reageren en dat is tof, dat waardeer ik gewoon en ja, dat is wat we doen. Kijk, mensen zeggen, oh het is vechten, maar het is entertainment en het gevecht is, is gewoon entertainment voor de mensen. We willen mensen laten zien wat we hebben, we willen de beste laten zien wie de beste is, we willen op de mooiste manier winnen en dat wil hij, dat wil ik en dat willen de mensen zien. Dus dat we ons hart op het canvas gooien. Ja. Tot slot, is er veel druk van je schouders afgevallen? Ja, in enigszins wel, anderszins niet. Want ik heb gewoon het gevoel van, hey, ik ben de beste en ik was al de beste. En nu heb ik het gewoon weer laten zien. Okay. Nou, geniet ervan en fijne kerst. Top, dankjewel, jullie ook.